Hey en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Voor als je nieuw bent, hey, ik ben Dominique. En voor als je niet nieuw bent, hey, wat leuk dat je er weer bent en dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat even op het rode balkje hieronder. En doe ook alvast een duimpje omhoog. En laten we gelijk beginnen met deze video. Misschien dat je het al aan de titel gezien of misschien aan de thumbnail. Ik heb veel geshopt. Ik wilde even laten zien wat ik heb geshopt in februari. Ook al is februari hier nog niet voorbij, ik weet het. Maar ik had al zoveel dingen geshopt. En ik had ook gezien dat het een super lange video werd. Dus ik dacht, ik begin alvast met een video maken over wat ik allemaal heb gekocht in februari. En het zijn eigenlijk alleen maar kledingstukken. Alles is kleding. Ik heb bij de merken Most Wanted geshopt, bij de Lofies, bij de Zara, bij de H&M. En nog veel meer andere. En ja, dat wil ik je gewoon laten zien. Wel is er nog een pakketje onderweg. Dus die komt later in deze video aan te pas. En ja, laten we maar gewoon gelijk beginnen. Het zijn ook best wel wat items. Dus let's go. Oké, ik ga vanaf... ik ga per merk ga ik af. Of ja, ik weet niet of het echt een merk is. Gewoon de brandnaam ga ik gewoon af. En dan begin ik bij het minst. En dan kom ik uiteindelijk bij de H&M waar ik het meest heb gekocht. Dus we beginnen als allereerste bij The Most Wanted. En daar heb ik dit te gekke blouseje gekocht. Het is een rood satijnachtig blouse. Het is nou niet echt satijn. Maar de mouwtjes hebben van die leuke... Ja, dit zijn niet echt pof. Dit is meer... ja, ik weet niet echt hoe je dat noemt. Een beetje bondachtig idee. En dan heeft hij hier leuk voor knoopjes. En deze was dus bij de Most Wanted. En die was €35. En hij heet de Fur Blouse Red. In een maatje S heb ik deze. Ik zal ook wel alles wat ik heb linken in de beschrijving. Als me dat lukt. Maar als allereerste dus... deze blouse. Dan gaan we gelijk door naar de Lofies. Daar heb ik twee items gekocht. En als allereerste dit te gekke toppie. Kijk nou even. Die heeft hier ja, een soort van bondachtig idee. En op de mouwtjes heeft hij dat ook. Dus het lijkt een beetje hetzelfde soort idee als die van de Most Wanted. En deze komt dus bij de Lofies vandaan. Hij heeft een ribbelend stoffie. Hij heeft van die... hij heeft zo'n ritje met van die dingetjes eraan. Aan allebei de kanten, van boven als beneden. En even kijken. Dit heb ik in een maatje S. En deze was afgerond €46. En hij ja, is color blue light. En dus in een maatje S. Dus als allereerste deze bij de Lofies. En als tweede bij de Lofies is deze amazing trui in het groen. En deze was afgerond €50 in de maat S. En deze is natuurlijk de kleur groen. In ieder geval dat staat hier op het kaartje. En het leuke is hiervoor loopt hij dus in een V'tje. Maar aan de achterkant heb je dus dat doorloopt. Kijk hoe schattig. Ik vind dat helemaal enig. En hij heeft gewoon normale mouwen. Deze kan je nog omslaan als je dat wil. Ja, ik vind het helemaal leuk. Ook helemaal in de kleuren. Rood, blauw en groen. Dus nou, dat was in ieder geval bij de Lofies. Dan gaan we door naar Stormy. En ik weet niet of jullie Stormy kennen. Ik heb het in ieder geval van Instagram. Ik heb natuurlijk alles wel uitgepakt. Omdat ik alles even wilde passen voordat ik dat aan jullie ging laten zien. En ik heb wel gewoon alle kaartjes aangelaten. Maar ik moest het dus natuurlijk wel passen. En wat er dus in zat was een briefje met thank you Dominique, Stormy, it arrived. Super leuk, dat wilde ik even laten zien. En daarbij hebben ze ook een tasje erbij gedaan. Zo'n katoenen tas met Stormy erop. Super leuk. Dus die wilde ik ook even laten zien, die heb ik ook bijgekregen. Als allereerst heb ik deze one size hoodie. Oh nee, sweater, sorry. Deze grijze. Hij valt best groot. Groter dan ik had verwacht. En het stofje is ook wat dunner dan ik had verwacht op de foto. Maar dan vind ik hem alsnog verder heel leuk. Wat staat erop? New York, 1960. Wat staat hier nou onder? Jets. Superleuk.
En het leuke is, ik heb nu ook een grijze sweater en een joggingbroek aan. En daar past er precies bij. Dus dat vind ik ook wel leuk. Dus als allereerste bij de Stormy deze. Dan als tweede bij de Stormy heb ik een hoodie. En vanaf de voorkant is hij gewoon helemaal zwart. Gewoon niet iets bijzonders aan. Het is gewoon helemaal zwart. En op de achterkant staat er Priority met een superleuke vlinder. En wat staat hier nog bij? 2020 staat hier ook nog bij. Dus dat is deze hoodie. Oh, en er staat hier ook nog Europe. Dus Priority Europe 2020. Dus dat is wat ik bij Stormy heb gekocht. Dan gaan we door naar de Zara. En bij de Zara heb ik 3 items. En 2 daarvan waren eigenlijk van mijn zus. Maar die wilde ze niet. Jurkje paste ze niet, wat ik zo ga laten zien. En het topje, dat was niet echt haar smaak. Maar ze wilde het ook niet per se terugsturen als ik het ook wel leuk vond. Dus daar begin ik eventjes mee. Ik heb deze dus niet in eerste instantie zelf uitgekozen. Dat is dit hele leuke jurkje van de Zara. Even kijken, dit is een maat M en deze was 50 euro. En het leuke is dat die ook van die velvet stukjes strepen op heeft. Van die zebrapint. Super leuk. En hiervoor is hij dus niet dubbel gestikt, zeg maar, je kan er doorheen kijken. En bij het rokje, bij het, zeg maar, vanaf de waist naar beneden, is hij wel dubbel gestikt. Dus dat is echt heel netjes. Hij heeft verder ook gewoon wel een open rug. Deze had ik dus in eerste instantie niet zelf uitgekozen. Maar super leuk. Dus ik ben echt blij dat deze wel paste. Dan als tweede dit topje. Ik heb hem even binnenstebuiten gedaan. Omdat er allemaal pailletjes aan zitten. Anders had hij zo'n stuk. Of andere kledingstukken. En dit is een heel apart topje. Want het topje valt heel gek. Maar ik vind het wel heel leuk. Het is een beetje een gewaagd topje. Ten eerste is hij volledig in het glitter. Ik heb een maatje M. En hij was 30 euro. Kijk, en nu denk je, nou, er is verder niks mis met dit topje. Hij heeft lange mouwen. Leuke zilveren pailletjes erop. Met een ja, soort van, ik moet het een beetje denken, deze vormpjes aan SpongeBob. En verder niks mis mee, toch? Maar als je hem aan hebt, ja, je ziet je hele BH. Dus eigenlijk, als je dit aan wil doen, moet je gewoon je BH laten zien. Dus dan moet je hier eigenlijk gewoon een super gave, mooie zwarte BH onder doen. Maar goed, ik dacht, ja, waarom niet? Als we zo meteen weer uit mogen, dan is dit toch super leuk om te dragen eigenlijk. Dus dat was de 2 bonus items. Zelf had ik deze te gave leren broek. Deze heb ik een maatje L, is 40 euro. Dat is deze. En ik had gewoon echt nog een straight leg leren broek nodig. Hij zit echt perfect. Ik moet wel gewoon een riem dragen. Maar ja, ik draag eigenlijk altijd een riem. Dus dat is voor eigenlijk geen probleem. Er zit een klein beetje uit aan de achterkant. Maar, oh. Ja, deze hier ben ik zo blij mee. Echt super vet. En ik heb dus nog een andere leren broek besteld. Maar dat is van Francis by FB. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Ja, volgens mij is het gewoon Francis by FB. En daar heb ik dus ook een bruine leren broek besteld. Een pantalon en 2 rokjes. Maar die liggen nog bij oma. Dus die ga ik morgen ophalen. Dan ga ik ze aan jullie laten zien. Maar dat dus een bruine leren broek besteld. En deze is dus van de Zara. Dus ik hoop dat die ook echt super vet zit. Oké. Nu hebben we die merken gehad. Nu gaan we naar het allerlaatste stapeltje. En dit is dus van de H&M. En hier heb ik best wel wat items. 3, 4, 5, 6. Ik had ook nog 2 setjes. Nee, een setje armband en 2 set ringetjes. Maar de ringen waren te klein. En de armband was echt lelijk. Dus die heb ik gelijk weer teruggestuurd. Daarom heb ik dit ook allemaal eerst gepast. En toen heb ik teruggestuurd wat ik niet leuk vond. Maar dat zijn eigenlijk de dingen die er nog bij zaten. Maar goed, die heb ik dus al teruggestuurd. Dus ik laat je gewoon zien wat ik wel heb. Dit is een soort van trainingachtige pants. En hij heeft hier een streep.
Die heeft hier van die ritjes aan de onderkant. En het is dus ja, dus een trainingachtige broek. Het is ook een soort van dat stofje. En deze heb ik in een maatje M. En ik weet dus niet hoe duur die was. Want dat staat er niet op. Dus als ik dat kan opzoeken, dan zal ik het erbij zetten. En ik ga sowieso even kijken of ik hier de link van kan vinden. En anders zet ik gewoon het artikelnummer erin. Maar goed, dat is dus als allereerste deze broek. Deze ziet ook echt heel leuk. Dus ik ben hier ook echt heel erg blij mee. Dan gaan we door naar deze trui. En voor de mensen die mijn vorige video hebben gezien. Ik heb daar een rode trui van de H&M. Had ik gekocht in Rome. En dit is eigenlijk precies dezelfde. En het grappige was is dat ik deze ook wilde kopen. Alleen toen niet heb gekocht. En nu heb ik dus wel weer gekocht. Deze heb ik in de maatje S. En dat is deze Toronto trui. Met Canada eronder. Klopt dat? Ja, met Canada eronder. En dus is hetzelfde model als die andere trui die ik al in de vorige video liet zien. Met een leuk kraagje. Alleen dan in het blauw in plaats van rood met wit. Dus als deze. Valt lekker groot. Heerlijke stof aan de binnenkant ook. Is een beetje zachte stof. Dan gaan we door. Ik heb ook nog twee leuke blouses besteld. En deze blouse heb ik in een maatje M. Weer weet ik de maat niet. De prijs niet. Dat is deze. En deze vond ik wel echt heel leuk. Ik draag verder niet echt vaak blouses. Maar ik vond dit ook wel leuk. Omdat je blouses ook in de zomer gewoon als open jasje kan dragen. Met een top hieronder. Of gewoon dit lekker met een skinny jeans. Of gewoon een andere broek. Hij heeft dus drie verschillende patronen. Deze, deze en de normale blouse patroon. En hij ziet dus hartstikke leuk in elkaar. Hij is ook echt groot voor maatje M. In principe had ik ook een maatje S kunnen nemen, maar dat heb ik niet gedaan. Nu valt hij een beetje oversized. Dat vind ik op zich ook wel leuk. Dus ja, dat is deze. Dan heb ik eigenlijk precies dezelfde blouse, maar dan gewoon in het volledig oranje ook in een maatje M. Dat is deze. Dus hier is eigenlijk niet veel bijzonders aan. Hij is iets minder oranje in het echt dan op de camera. En deze is ook een beetje groot. Deze had ik ook makkelijk in een S'je kunnen hebben. Maar nogmaals, ik vind het gewoon leuk als ik blouse ook kan dragen. Als jasje in de zomer en als blouse in de winter. Dus vandaar. Dat is deze. En nu komen we bij deze twee broeken aan. En dit zijn de 90s. Ja, 90. Volgens mij is het 90s nog wat. Broeken zijn dit. En ik zag deze. En de 90s baggy jeans. Zo heten ze. Alle twee, volgens mij. Oh nee. De zwarte heet 90s baggy jeans. En de blauwe heet 90s straight high waist. En ik zag deze op de site. En ik denk, verrek, dit zijn gewoon al de broeken die ik al een paar maanden, weken, jaren zoek. En ik dacht, verrek, ik koop ze. Maar bij de H&M ik altijd van dat 9 van de 10 broeken mij of te klein zitten of te groot. Omdat ik best een grote onderkant heb, zeg maar. En ik heb dus deze allebei in de maat 40 genomen. Ik heb gewoon de gok erop gewaagd. Ik heb ze gewoon gekocht. En ze zitten perfect. Dit, deze twee broeken, qua anders dan skinny jeans, dus alles wat daar buiten valt. Deze broeken die ik heb, van alle broeken die ik heb bedoel ik dan, zijn deze twee broeken, zitten het beste. Zitten mooi on my waist, zitten mooi strak, lekker goed. En dan daarnaast ook nog, het model is enig. Ik ben zo blij mee. Als allereerste dus deze zwarte. En dit is dus de baggy. 90's baggy jeans. En hier zitten ja, geen gaten in. Hij is gewoon straight leg. En wat die baggy jeans dus inhoudt is dat hij hieronder op het moment dat hij bij je enkels komt dat hij een beetje opkruipt. Snap je? Dat het een beetje alsof je broek te groot is. Dat is het idee. Dat het een beetje zo wordt. Snap je? Dat het een beetje... Ja, oké. Je snapt het wel. En deze zit gewoon echt perfect. Ik vind dit zo'n vette broek. En dat geldt dus ook voor deze blauwe.
En deze blauwe heeft dan weer anders. Die heeft van die knoopjes hier. En dit is dus de 90 straight high waist. Full length. En deze heeft dus op alle twee de knieën gaten. En die heeft dus hetzelfde idee dat hij hier dus zo dit doet. Snap je? En deze broeken zitten dus zo mooi. Dit zijn echt mijn favoriete broeken. En wat ik nog zou kunnen doen, maar ik weet niet of je dat gaat doen, is dat ik hier ook nog gaten in knip zelf. Maar als ze hier nog meer broeken van hebben, dan ga ik die zeker aanschaffen. Want dit zijn echt de perfectste broeken die ik in mijn kast heb liggen. Ik werd gewoon helemaal gek toen ik deze broeken paste. En ze paste gewoon goed en het model was prachtig. Dus ja, deze zijn echt mijn babes. Mijn favoriete babes. Dit zijn dus alle dingen die ik nu binnen heb. Het volgende clipje ga je zien dat ik die Francis bij FB binnen heb gekregen. Dus twee broeken, een leren broek, een pantalon en twee rokjes. Dit was in ieder geval alles wat ik voor nu. Het is al echt weer een paar weken later. Het is nu bijna eind maart. En ik kan eindelijk de andere items laten zien. Er was namelijk wat misgegaan. Op de pantalon zaten namelijk vlekken. En de binnenkant van de allebei de hoeken waren helemaal geraffeld met allemaal draden. Dus dan had ik ze gemaild. Ik zeg, joh, dit is niet wat ik heb besteld. Dus ik ga het terugsturen. En ik zou graag de items terug willen in de juiste maat. Maar dan correct. Nou, dat kon. Dat was super goed geregeld. Alleen het duurde echt super lang. Want voor het pakketje daar was en dat ze alles wel hadden verwerkt en hadden opgestuurd. Duurde het gewoon heel lang voordat ik het binnen heb. Maar ik heb het eindelijk binnen. Dus ik kan het eindelijk aan jullie laten zien. Ik zal maar beginnen met de pantalon. Dat is deze beige pantalon. En die is high-waisted. Hij is gewoon recht naar beneden. En deze maak je echt heel mooi slank. Dus dat vind ik echt heel mooi. En hij schuift dus ook niet door. En deze had dus aan de achterkant vlekken. Dus vandaar dat ik hem terug had gestuurd. Maar nu is die echt prima. En ik denk dat ik deze binnenkort ook in zwart ga halen. Want deze pantalon zit zo mooi. Het is echt een hele mooie pantalon. Dus dat is deze. Ik ga het ook niet al te lang houden. Dan had ik deze leren broek besteld. En daar was helemaal niks mis mee. Die had ik ook gewoon gehouden in de tussentijd. Dat is deze bruine. En ik had natuurlijk al een leren broek van de Zara. En nu heb ik ook een bruine. Waar ik super blij mee ben. Hij is gewoon iets langer. Dus ik zou er denk ik eerder hakken onder doen. Maar goed, ik vind het ook leuk om er alles onder te doen. Hij is wel echt mooi bruin. Hij komt iets lichter over op camera. Maar hij is iets donkerder in het echt. Hij is ook straight leg. En nogmaals, ja, deze zit ook super lekker. Het is volgens mij wel gewoon nep leer. Aan de binnenkant is het gewoon een normaal stofje. Het is niet zo'n warmheidsstofje, weet je wel. Maar ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk. Dus dat is deze. En als laatste item heb ik deze twee rokjes. Allereerste in het blauw. En wat het leuke is dat die in een soort van rondje aan de onderkant is uitgesneden. En ook aan de achterkant. Hij heeft een ritje aan de zijkant. Dus hij valt, ja, een heel mooi pasvorm, zeg maar. En die heb ik dus ook in het roze. Volgens mij hebben ze hem ook nog in het zwart en in het beige. En dat is dus deze. En ik heb alle items in een maatje L genomen. En dat zit echt allemaal prima. Dus dit was het eigenlijk. Dit wilde ik eigenlijk nog laten zien. Dit hoorde eigenlijk nog bij de video. Vandaar dat de video ook nu nog steeds wat ik heb gekocht in februari heet. Terwijl het al eind maart is. Maar goed, maakt niet uit. Er is ook een reden waarom ik een tijdje weg ben geweest. Maar er komt nog een video over. Dus hou sowieso even mijn account in de gaten. Abonneer even op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Zorg ook dat je me even volgt op TikTok en op Instagram. Dat zou ik echt super leuk vinden. En dan zie ik je graag bij de volgende video.